We eten vandaag kaasfondue met gemengde groenten. Kaas, kaas en nog eens kaas. Daar heb je de volgende boodschappen voor nodig. Belegen kaas, gruyère, blauwe kaas, 2 tenen knoflook, witte wijn, een groentemix met peen, bloemkool en broccoli en wat maiszetmeel. Kaasfondue, één van mijn guilty pleasures. En heus wel makkelijk om zelf te maken als je maar de volgende stap aanhoudt. Dus we gaan aan de slag. Het allereerste wat ik ga doen, en dat heeft even niet zo heel veel met de kaasfondue zelf te maken, is het opzetten van water voor de groenten. We gaan vandaag namelijk geen stokbrood bij de kaasfondue doen. Dat mag je van mij natuurlijk wel doen, maar ik ga groentespiesjes maken. Toch een klein beetje proberen iets gezonds te doen. Dus ik zet even een grote pan water op het vuur. En laat die maar eventjes rustig koken. Daar gaan we strakjes pas mee verder. En dan nu de kaasfondue. Ik heb hier een mooi klein pannetje met een dikke bodem. Dat is wel belangrijk als je kaasfondue maakt. En je kunt verschillende dingen doen. Je kunt een knoflookteentje uitpersen boven de witte wijn die we zo gaan toevoegen. Je kunt de knoflook in zijn geheel mee laten koken. Of voor een milde knoflooksmaak kun je de pan insmeren met een half teentje knoflook. Daardoor krijgt hij een subtiele knoflooksmaak. En een voordeel is ook dat de kaas door de knoflook net even wat makkelijker smelt. Het is dan een van die stomme fabeltjes die ik dan in mijn hoofd heb, maar ik dacht dat het dan niet aanmakte. Stom, hè? Knoflook? Insmeren in de pan? De kaas daarna. Dat is mij altijd verteld. Echt waar? Bij mij was hij altijd op, dus ik wist nooit hoe dat zou eindigen. Goed, dit knoflookteentje bewaar ik, want daar gaan we zo meteen het water mee op smaak brengen. Ik heb hier nog een knoflookteentje, ook die gebruiken we straks om het water waar de groente in gekookt gaat worden op smaak gebracht wordt. Even een tip voor thuis, als je handen even flink naar knoflook ruiken, kun je ze altijd even over het roestvrij staal heen halen. Je hebt ook van die zeepjes, maar dat werkt echt. Als je ze daarna even goed wast, heb je niet zo van die knoflookhanden. Dan gaan we de wijn aan de kook brengen. Want echte kaasfondue maak je met wijn. Tuurlijk, als je kinderen hebt, dan doe je natuurlijk een alcoholvrije variant. Dan zou je bijvoorbeeld appelsap kunnen gebruiken. Dat werkt ook echt. Maar als je hem voor mij maakt, dan doe je hem met wijn. Ik breng de wijn langzaam aan de kook. Dat is wel even essentieel. Hij moet wel koken, maar net er tegenaan zitten. Giet even het hele flesje erin. En zorg vooral dat hij niet echt als een malle gaat lopen borrelen. Want als straks de kaas erin gaat, krijg je heel snel een soort rubberachtige structuur. En dat is niet lekker. Nou heb ik 3 soorten kaas. Ik heb vandaag Dana Blue, dat is blauwe kaas. Ik heb gruyère en ik heb belegen kaas. En die gaan we raspen. Nou ja, de blauwe kaas niet. Die verbrokkelen we straks als hij een beetje wat verder is, die kaas van nu. Maar we beginnen even met het raspen van de 2 harde kazen. De klassieke Zwitserse kaasfondue is gemaakt met emmentaler en gruyère. Dat is eigenlijk hoe je hem op de meeste plekken bijvoorbeeld in de skioorde krijgt. Maar eigenlijk kun je alle soorten kaas wel gebruiken. Het is wel belangrijk dat je goed kijkt naar de verhouding van de kaas, maar ook naar het smeltgedrag. Want de ene kaas smelt anders dan de andere kaas. En ook qua smaken moet het natuurlijk wel een beetje bij elkaar passen. En dit is een hele lekkere combinatie. En je kunt natuurlijk altijd een kaasboer om advies vragen, mocht je even echt niet weten welke kaassoorten je moet gebruiken. Ook de verhoudingen van de kaas zijn belangrijk. Ik heb vandaag 400 gram belegen kaas. Ik heb 175 gram gruyère en 175 gram Danish Blue. Zorg ook dat je kaas op kamertemperatuur is, want zometeen gaat hij natuurlijk in de warme wijn. En hoe kouder de kaas, ook daarin weer hoe rubberachtiger je kaasfondue gaat worden. En hier moet je gewoon even geduld hebben.
Dus dat is grappig, want ik dacht dat je eigenlijk gewoon hele pittige oude kaas bijvoorbeeld zou kiezen. Ja. Maar dat hoeft dus helemaal niet, omdat die andere smaken erbij zitten. Ja, dat en hele oude kaas, die gebrokkelde eigenlijk, die smelt ook weer niet goed. En dat is ook wat ik bedoelde met het smeltgedrag. Het moeten wel smeltbare kazen zijn natuurlijk. Zo, hier krijg je wel spierballen van, hoor. Ik voel het helemaal aan mijn triceps. Ik hoef niet meer naar de sportschool. Of toch wel, om alle kaas eraf te sporten. Misschien ben je in balans zo meteen. Ja. Ik heb hier natuurlijk dus de belegen kaas. Wat ik ga doen, is het even in een kom scheppen. Deze twee mogen gewoon bij elkaar, hoor. En dan heb ik nog de Gruyère. Gruyère is natuurlijk een echte Zwitserse kaas. Best wel pittig van smaak. Maar daarom juist super lekker in die kaas van nu. Die gaat heel veel smaak geven. Hou ondertussen je wijn in de gaten. Die moet niet te hard koken. Hè? Kaasfondue is van oudsher ontstaan in Zwitserland. Dat zal je op zich niks verbazen. Maar doordat de mensen die het iets minder ruim hadden qua geld, de oude restjes kaas uit de zomer in de winter nog wilde verwerken, dan was die kaas natuurlijk een beetje uitgehard en niet per se het meest sappige meer. Maar toen kwamen ze erachter dat droge stukjes brood en wat oudere kaas samen met melk eigenlijk om te toveren waren tot een heerlijke smeuïge kaasfondue. En zo is het uiteindelijk ontstaan. En ik ben daar heel blij om, persoonlijk. Oh, het water voor de groente kookt, die ga ik even ietsjes lager zetten. Want daar gaan we zo meteen pas mee verder. En je kunt kaasfondue natuurlijk heel makkelijk op tafel zetten met allerlei bijgerechten erbij. Brood is natuurlijk heerlijk, dat weten we allemaal wel. Maar wij gaan vandaag groentespiesjes maken. Maar denk ook eens aan stukjes vlees of aan stukjes ei is lekker. Je kan verschillende fruitsoorten toevoegen. Je kunt natuurlijk allerlei smaakmakers aan de kaasfondue zelf toevoegen. Dus maak er gewoon een feestje van. Zet alles op tafel. En laat iedereen gewoon lekker prikken. Het is een van de gezelligste dingen die er zijn. Een grote dampende pan kaasfondue. Met allemaal bakjes eromheen. Met allerlei gezellige lekkernijen waar je mee kunt dippen. Goed. Het grootste gedeelte van de kaas is geraspt. Als het goed is, is de wijn nu aan de kook gebracht. We gaan de kaas smelten. Waar ken ik dat nou toch van, die leus? Handje voor handje. Nooit in één keer die kaas erin gooien. Maar pak er een garde bij. En handje voor handje laat je de kaas smelten. Net zo lang totdat het allemaal is opgenomen door de wijn. En dan gaat er weer een nieuw handje bij. In de traditionele kaasfondue zit ook kirsch. Dat is een soort hele sterke drank, bijna jeneverachtig. Die kun je ook nog toevoegen. Die geeft wel echt die hele Zwitserse smaak. Maar op deze manier een lekker wijntje erbij is ook al goed, hoor. Nou zeggen de echte puristen, en die zullen me nu al scheef aankijken, dat je eigenlijk alleen maar met de klok mee mag draaien. En ik ben nu tegen de klok in aan het draaien. Oh jee. Je kan ook een beetje doordraaien. Ja. Ze zitten ook heel dicht bij Italië. Italianen zijn ook zo. Die zijn ook altijd heel erg boos als je het niet doet op de manier zoals zij tegen je zeggen. Maar tegen de klok in en of met de klok meedraaien? Ja. Links draaiend, rechts draaiend. Geen idee. We hebben vandaag links draaiende kaas vonden. Oh. Verheug me erop. En zo ga je handje voor handje door. En het is niet zo dat je dan zo meteen echt een dikke kaasfondue hebt. Dat gaan we namelijk strakjes binden met maïzena. Maar het gaat er nu puur om dat die kaas helemaal wordt opgenomen door de wijn. Compleet smelt. En vooral dat je goed blijft roeren. En dan gaan we hem strakjes dikker maken. Ik ga nog even door, want ik heb nog even een kommetje kaas te gaan hier.
Maar kijk ondertussen even met me mee. Want ja, een lekker wijntje is natuurlijk heerlijk bij de kaas van nu. Maar Marielle, die weet heel veel over thee. En die gaat een thee uitzoeken die precies bij dit recept past. Thee drinken bij het eten is niet iets wat wij doorgaans doen. Een glaasje water of wijn, maar thee. Toch is het zo gek nog niet om eens te proberen. Thee bij kaas maakt kaas eten een lichtere ervaring. Smaaktechnisch past het goed bij elkaar. En de warmte van de thee zorgt ervoor dat de vet in de kaas sneller smelten. Waardoor de aroma's eerder loskomen. Theesommelier Mariella heeft speciaal bij de kaas van du die Roberta vandaag maakt, thee geselecteerd. Theesommelier is iemand die heel veel weet van thee. En die de juiste theeën kan bedenken bij gerechten. Maar ook als je alleen thee drinkt. Het vinden van een juiste thee bij een gerecht is altijd wel even een leuk klusje om te doen. Als je echt een heel mooi effect wil, nou, dan is het even zoeken, maar dat vind ik juist leuk. Thee en wijn hebben heel veel met elkaar gemeen. Het verschil tussen wijn en thee is alcohol. Nou ja, dat kun je jammer vinden, maar je kunt het ook juist prettig vinden. De aroma's die erin zitten, de manier waarop het gemaakt wordt, het effect wat het heeft op eten. Eén op één vergelijkbaar. Vandaag staat er een kaasfondue van belegen kaas, gruyère en blauwaderkaas op het menu. Lekker. Ik ga nu de kaasfondue proeven. Ik ga het smaakprofiel bepalen. En dan neem ik een stuk wortel, want dat neem ik straks ook. Zo kan ik het al helemaal combineren. Oké, ik proef het zoete frisse van de wortel en het zoute en umami van de kaas, met name de blauwe kaas. Die is behoorlijk hartig. Er zit ook een zuurtje in van de wijn en ook een zoetje van die andere kaas. Dus het is eigenlijk zoet, zuur en umami en zout, geen bitter. Op basis daarvan ga ik bedenken wat voor thee kan hier nu goed bij. Ga ik zo aan tafel doen. Umami is van oorsprong een Japans woord dat heerlijkheid of hartig betekent. Het is een van de 5 basissmaken, samen met zout, zoet, zuur en bitter. Op basis van wat ik net geanalyseerd heb, heb ik 3 theeën zo in mijn bibliotheek zitten. Die ga ik zo zetten. En dan ga ik natuurlijk niet hele potten tegelijk zetten, kleine beetjes. En dan ga ik kijken welke test past. Hoe zuiverder het water, hoe meer smaak en aroma's van de thee zich erin kunnen oplossen. Hoe harder het water, des te vlakker en bitterder de thee. Dus ik ga nu de groenten met de kaasfondue proeven met de theeën. En dan gaan we eens kijken welke de beste combinatie oplevert. De oolong geeft bloemigheid aan het gerecht en maakt het heel licht. Mooie combinatie. Deze thee maakt het voller en warmer en kruidiger, winterser zou je bijna kunnen zeggen. Dat is die witte thee, de Moonlight. Harmonie zou ik zeggen. En dan nu met de Engelse melange. De thee wordt veel zachter. Waar die net heel wrang was en droog en mondzame trekkend, wordt hij nu vol en zoet en fruitig. En hij krijgt ook meer smaak van de kaasfondue. Dus hij krijgt verdieping. Dus deze kan ook heel goed. Nou, hebben we zomaar 3 bingo's te pakken. We hebben nu 3 winnaars, maar als ik echt zelf moet kiezen, ga ik voor de White Moonlight. Die vond ik toch het spannendst, omdat er ook een contrast in zat. En tegelijkertijd harmonie. Maar heb je die niet in huis, kun je gerust Engelse melange nemen. Zet lekker een kop thee bij je kaasfondue. Dat gaat er echt veel beter bij dan mij. Eet smakelijk. Ik ga je helpen en mezelf. Want waar ik het net al over had, ik denk dat de wijn toch iets te heet is geweest. En dan krijg je dus dat de wijn niet mengt met de kaas en dat die eigenlijk op de bodem van de pan blijft liggen. Maar daar zijn dus oplossingen voor.
Let op. We gaan wat maïzena pakken. Dit is 1,5 eetlepel. Daar giet ik een klein beetje water bij. Koud water, dat is wel echt belangrijk. En dan maak je er eigenlijk een soort papje van. Dat papje gaat zo meteen zorgen voor binding. Maar de zetmelen in de maïzena zorgen er ook voor dat de kaas en de wijn samen een homogene massa gaan worden. Want dat is wat je natuurlijk uiteindelijk wil. Dus maak het papje. En voeg niet meteen alle maïzena toe, want die is straks pas nodig om de kaasfondue echt lekker dik te maken. Maar het gaat nu ook helpen in het combineren van de wijn en de kaas. Gewoon een klein scheutje erbij. De rest houden we even opzij voor straks. En dan gaan we weer roeren. En dan moet je gewoon even door blijven roeren. Je zal vanzelf zien dat langzaam de kaas begint te smelten. Dat die steeds dikker wordt. Ik zie het nu al. De kaas wordt opgenomen door de wijn. En dit is een manier. Maar je zou ook bijvoorbeeld een eidooier kunnen toevoegen. Dat werkt ook. En nu zie je ook maar weer hoe ongelooflijk het belangrijk het is dat die wijn niet te heet is voordat de kaas erin gaat. Kijk, en het wonder. De maïzena zorgt er dus voor dat de wijn en de kaas alsnog gaat binden. Nu wordt hij mooi glad. Kijk eens eventjes. Daar worden we blij van. De laatste hoeveelheid kaas kan erbij. Blijf goed roeren. Zet het vuur ook niet te hoog. Net zolang totdat alles mooi gesmolten is. En dan gaan we de groenten doen. Ik heb hier de grote pan met kokend water. Ik durf die garde bijna niet los te laten. Ik laat het zeggen. Daar gaat knoflook in. Nee, ik laat het even los. Voorzichtig. Ik heb hier nog 1 heel teentje knoflook. En natuurlijk de knoflook die we hadden gebruikt om de pan mee in te wrijven. Dus ik haal de schilletjes er even vanaf. En dan plet ik ze een beetje, zodat de smaken goed vrijkomen. En dan gaan die in het kokende water. Ik voeg ook een klein snufje zout toe. En dan gaat er in het kokende water lekker een heleboel groenten. We hebben peen, bloemkool en broccoli. Die blancheer je. Nou, iets langer dan blancheren. Een minuutje of 5 ongeveer. Dat ze nog lekker stevig zijn, maar ook te prikken zijn op een prikker. Want dat gaan we doen. We gaan spiesjes maken. Dus die laat ik eventjes goed koken. Doe de deksel gewoon weer even op de pan. Dan hadden we natuurlijk nog 1 kaas toe te voegen. En dat is de Dana Blue. Die Dana Blue kun je gewoon verbrokkelen. Die laat je ook weer smelten in de kaasfondue. En mocht je nou niet van blauwe kaas houden, dan voeg je iets anders toe. Hè? Een lekkere emmentaler zou natuurlijk ook heerlijk zijn. Maar ik ben zelf dol op blauwaderkazen. En ook deze roeren we weer even goed door de kaasfondue heen. Nou heb ik natuurlijk al een beetje maïzena toegevoegd. Dat heeft er al voor gezorgd dat hij al wat dikker is geworden. Mocht je hem nou nog iets dikker willen, dan kun je nog een klein beetje van het maïzena papje toevoegen. Als je dat dan aan de kook brengt, de kaas, dan zal je merken dat heel snel de kaasfondue gaat indikken. Ik heb hem zelf altijd het liefst ietsjes vloeibaarder. Ook omdat je hem vaak op de tafel zet. Natuurlijk vaak wel op een rechaud, op zo'n warmhouder. Maar toch dikt hij heel snel weer in. Dus je kan beter iets vloeibaarder beginnen. En langzaam aan tafel wordt hij toch wat steviger. Dus wat mij betreft is de dikte van de kaasfondue zo goed. Maar mocht je nou thuis denken van nee, dit is voor mij nog te vloeibaar. Dan voeg je gewoon nog wat maïzena toe. Kun je kaasfondue ook weer opwarmen?
Nee. Oh, nee. Echt niet. Nee. Dit is een recept wat je meteen moet maken en opeten. Het wordt gewoon één grote rubberbal. Nee, dus het is heerlijk om te maken en dan hap meteen aan tafel. Ik associeer kaasfondue echt onwijs met Sinterklaas. En rondom Sinterklaas kun je natuurlijk ook een heleboel lekkere dingen bakken. Want het is natuurlijk ook de periode van zoetigheid. En Roos heeft een hele leuke baktip. Dit recept valt in de smaak bij jong en oud. Dit is een plakje cake waar de Sint ook graag op koudt. Daarvoor gaat ze nu gauw de juiste ingrediënten pakken. Ja, dan kan ik de kans niet voorbij laten gaan om een lekkere kruidnotencake te bakken. Ik heb al mijn ingrediënten al klaarstaan, dus ik zou zeggen laten we aan de slag gaan. We verwarmen de oven voor op 160 graden. En terwijl die aan het voorverwarmen is, ga ik het beslag maken. En hoe je dat precies doet, dat kan je vinden op de site. Nou, het beslag dat is mooi glad. Dus het is tijd voor de kruidnootjes. En we gaan de helft van dit schaaltje kruidnoten gebruiken. Die gaan we er niet in zijn geheel in doen. Die gaan we nog even grof hakken. Hoeft helemaal niet netjes. Gewoon lekker er doorheen. Nou, zo zijn ze wel fijn genoeg. En die gaan we dan lekker door ons beslag heen roeren. Dat kan dan zo in de springvorm. En dan mag die ongeveer een uurtje, zo'n 50 tot 55 minuutjes in de voorverwarmde oven. Dat geeft Rozemarijn mooi de tijd om voorbereidingen te treffen voor het versieren van de taart. Tadaa, daar is hij dan, onze lekkere kruidnotencake. Ik heb hem helemaal laten afkoelen, 10 minuutjes in de bakvorm en vervolgens op dit taartrooster totdat hij helemaal op kamertemperatuur is. Want als je dat niet doet, dan gaat straks onze slagroom van de taart afsmelten en dat willen we natuurlijk niet. En deze cake heeft een leuke surprise. We gaan namelijk een verrassing binnenin stoppen. We gaan hem uithollen en dan gaan we hem vullen met deze kleine kruidnootjes. Hiervoor haal je de bovenkant van de cake eraf, zodat je met een lepel een holte kan maken. Deze vul je met kruidnootjes en als afwerking gebruik je verse slagroom. Nu de slagroom erop zit, dan gaan we de bovenkant weer op de taart plaatsen. Zo. Druk een klein beetje aan. En dan gaan we hem helemaal afsmeren met de slagroom. Met zelfgemaakte pepernootkruimels bewerk je de zijkant van de cake. De bovenkant wordt helemaal een kunststukje. Ik heb chocoladekruidnootjes en gewone kruidnootjes en die ga ik gewoon lekker over de bovenkant verdelen. Het hoeft echt niet zo netjes, gewoon alles een beetje door elkaar heen. Wat op elkaar, wat naast elkaar. Nou is hij toch wel bijna perfect, maar ik zeg bijna, want ik heb nog wat chocolade gesmolten. En die gaan we nog over de taart heen spuiten. Knip ik een klein puntje van het spuitzakje af. En dan gewoon wat streepjes heen en weer. Kijk eens hoe mooi. En wat ziet het er feestelijk uit. Ik zou zeggen, het Sinterklaasfeest kan niet meer stuk met deze taart. Toch? Heerlijk, al die zoetigheid. Weet je wat ook lekker is? Die kaasfondue. De groenten die heb ik inmiddels even afgegoten, want die moest eruit. Die heb ik ook even koud gespoeld onder stromend water, zodat hij ook niet meer doorgaat, maar ook wat makkelijker te spiezen is. Want daar zijn wij nu, bij de groentespiesjes. Ik heb hier van die mooie grote prikkers. En wat mij nou leuk lijkt om te doen, ook omdat je vaak natuurlijk met kinderen aan tafel zit. Nogmaals, dan moet je natuurlijk wel een alcoholvrije kaasfondue maken. Dat kun je natuurlijk bijvoorbeeld doen met appelsap. Sommige mensen die dan geen kinderen hebben, gebruiken bijvoorbeeld ook cider of bier kan ook heel lekker zijn. Maar groentespiesjes erbij serveren staat leuk en het is altijd lekker natuurlijk ook. En doe hier vooral van alles aan. Ik heb nu deze drie groenten, maar je kunt ook tomaatjes eraan vastmaken. Stukjes ananas vinden sommige mensen ook heel lekker. Spies er gewoon op wat jij lekker vindt, wat jou lekker lijkt. Champignons, ook leuk. In de herfst helemaal. En we eindigen met een gezellig oranje peentje.
Je kaasfondue laat je echt op laag vuur staan. Als je denkt, ik moet er nog even in roeren, ga erin roeren. Volg vooral je gevoel dat het wel goed gaat. En zoals je ziet blijf ik een beetje dezelfde kleurstelling aanhouden. Dat vind ik er gewoon leuk uitzien. Ik heb hier ook enorme spiezen. Hou jij van kaas van duur, Janne? Och man. Ja? Het water loopt me in de mond. Ja, dat nu vind al. Ik echt heel lekker. Ja. Het is ook echt heel lekker. Eet je er dan altijd brood bij of doe je er van alles bij? Nee, ik geloof... Nee, ja, brood. Ja. Ja. Ja, duidelijk. Maar dit ga ik wel proberen. Het ziet er wel ook heel lekker en mooi ook uit. Het ziet er feestelijk uit, hè? Grappig ook dat je zo eten met bepaalde momenten. Ja. Hebben jullie vaste prik thuis met Sinterklaasavond? Nee, maar dat komt meer door de gezinssamenstelling die niet altijd hetzelfde is. Dus dat is niet... Geen vast momentje. Maar, klinkt ook een beetje truttig, maar kometten. Heel veel mensen vinden dat heerlijk en eerlijk is eerlijk. Ik vind vooral als je kinderen in huis hebt, snap ik het heel goed. Kinderen vinden het natuurlijk te gek om hun eigen pannetjes te hebben en hun eigen eten te maken. Nee hoor, dus dat begrijp ik wel. Het is ook irritant dat de bloemkool dus op is. Dan kan ik dus de vierde niet maken. Goed, ik ben hier licht autistisch in. Ik weet hoe ik ben. Ik wil dan heel graag dat ze allemaal precies hetzelfde zijn. Dat gaat niet lukken. Dus het wordt nu groen, oranje, groen, oranje. Die neem ik dan wel goed. Kijk, laatste stukje broccoli. We eindigen wel met oranje. Dit schep ik gewoon even in een kom. Dat kan je er gewoon bij zetten. Als een leuke bijkomstigheid die je erin kunt dippen. Grote lepel. Gaat het hier nog goed? Ja. Nou hoop ik voor je dat je thuis zo'n rustshow hebt. Die zorgt er toch voor dat je de pan kaasfondue net even wat langer op tafel kunt laten staan zonder dat het taaie kaas wordt. Maar die taaie kaas is ook eigenlijk best lekker als je die gewoon uit de pan schraapt. Ook heerlijk. Pas op dat je de knoflookteentjes niet in je mond stopt. Ik zie er hier al eentje verdwijnen, dus die vis ik er even tussenuit. En ik wil je ook graag vertellen wat we na het weekend gaan doen. Want na het weekend hebben we een heerlijke stoofpot. En we gaan een stoofpot maken zonder vlees, maar wel met knolselderij met groene linzen. Dan denk jij misschien, oh, dan gaat ze waarschijnlijk linzen uit een blik gebruiken. Maar nee, we gaan droge linzen gebruiken. En ik ga je laten zien dat je dat gewoon binnen 30 minuten op tafel hebt. Een heerlijke vegetarische stoofpot. Deze, die staat heerlijk te smelten. Die is wat mij betreft klaar. Ik pak er even een plankje bij. We leggen de spiesjes erbij. Die mislukt doen we onderop. Die verstoppen we. Kijk, ziet niemand meer. De dampende pan met gesmolten kaas. Het bakje met de extra groenten. En volgens mij word je hier blij van, dat weet ik wel zeker. Ik zou zeggen, maak even een fotootje van jouw eindresultaat. Post hem op social met de hashtag wat eten we erbij en eet smakelijk.